Good Kelvin, mijn naam is Kelvin, ook wel Kalvijn. En ik heb meegedaan aan het jachtseizoen. Het jachtseizoen is een van die programma's waar je eigenlijk nooit aan verwacht dat je mee zal doen, totdat je gevraagd wordt om mee te doen. En dan kun je eigenlijk niet nee zeggen. Je moet ja zeggen. Dus het is echt een unieke ervaring. Dus ik heb volmondig ja gezegd. En ik zou je sterk willen aanraden om eerst de video van jachtseizoen te checken. Dus eerst de aflevering. En om na de aflevering, als je hem hebt gezien, terug te komen naar deze video. Om te kijken hoe ik voor het eerst mijn aflevering ga bekijken. En wat ik dacht tijdens bepaalde dingen. Zodat je een beetje weet waarom ik dit deed of waarom ik dat deed. En aan het eind ga ik een heel mooi verhaal vertellen. Maar dat komt pas als jullie eerst de aflevering hebben gezien. En ik ben echt nerveus. Mocht je niet weten wat jachtseizoen is. Het is een serie van StukTV waarin je moet vluchten. 4 uur lang uit handen blijven. Spreekt allemaal wel voor zich. Check de aflevering even. En dan ga ik voor het eerst kijken hoe ik vlucht voor stuk. Echt, we zitten in jachtseizoen. Lekker. Onze jongste deelnemer van het jachtseizoen. Ja. Oh, boy. Ja, ik ben inderdaad de jongste deelnemer. Daar kwam ik op de dag zelf ook pas achter. En toen dacht ik, oké. Spannend. Ik ben nu al hartkloppingen. Zo, meneer Boerma. Weer zo'n... Look at my face. I'm like, what am I doing here? Is dat duidelijk? Wat doe ik hier? Ja, I don't know. Ik was helemaal vergeten dat ik dit deed. Jezus, wat irritant. Hey Kelvin, die heeft er meer abonnees. Hey! Giel vroeg erbij, wie heeft er meer abonnees? Ik zei Enzo. Maar dat hebben ze eruit geknipt. Oké, er was geen ruimte voor comedy. Kelvin mag dan aardig wat connecties hebben. Hij moet continu op zijn hoede blijven. Wat doe ik? Ik loop hier op te drukken tegen de muur aan, oké. Laten we maar beginnen. Yes. Ja, ja, daar gaan we. Oh shit. Oh shit. Daar gaan we weer. Kalvijn is ontsnapt. En daarmee is het jachtseizoen weer geopend. Direct naast de gevangenis staat, zoals Giel al had voorspeld, een vluchtauto op onze paprika-liefhebber te wachten. Nice! Ja, tuurlijk. Als hij jachtzoen meedoet, fix die vluchtauto, man. Ik ken die gasten al langer dan vandaag. Dit wordt het. Kijk, ik ben zelfverzekerd. Ik had echt serieus fucking van afleveringen gekeken. Ik heb denk ik 3/4 van alle afleveringen gecheckt. Echt in 1 dag om te kijken hoe het moest. Oh man, ik begin weer gewoon te zweten. Het is zo zenuwslopend kutprogramma. Ah! Zij denken geheid dat ik naar Groningen wil, want ik kom natuurlijk daar vandaan. Dus zij denken, ah, die gast gaat terug naar zijn ouders of zo. En dat blijkt een zeer goede inschatting. Komt natuurlijk uit Groningen. Ja, dat is... ja, maar dat is wel een end hoor. Groningen is echt vet. Ja, is... ja! Holy fuck. Ja, ik had gewoon die lijpe tactiek, weet je. Ja, en we begonnen in Alkmaar. Ik dacht, we rijden richting Groningen. Halverwege de afsluitdijk heb je een stuk. Dan kan je alleen lopen naar de andere kant. Ik had het allemaal uitgedacht. Ik heb het allemaal tot op detail uitgedacht, oké? En het is zo lekker om dit dan terug te zien en te denken, ja, ze denken gewoon precies wat ik dacht dat ze zouden denken. We zitten in jachtseizoen. Lekker! Ik loop een beetje stoer te doen. Ik was zo zenuwachtig. En het mag dan wel oktober zijn, maar dit is gedraaid op echt een van de heetste dagen van het jaar. Dus ik liep echt te zweten. Niet normaal. Als het goed is, moet hier een man komen straks. Hoop ik. Zeg Kelvin, het is maar een ideetje hoor, maar heb je al aan de andere kant van het spoor gekeken? Oké, ik ren naar de overkant. Ik stond daar te wachten. Yo, station is toch station. Waar is deze papi? Maar hij stond aan de andere kant. Oké, kan niet altijd goed gaan. Daar. Komt die fucking trein ook nog? Alsof het gescript is. Alsof het bedacht is. Oh ja, bij de tweede lift meteen wachten op een trein. Fucking bullshit. Goed. Lekker. Mocht je afvragen wie deze kiddo is, het is Noah met zijn broertje. Noah, je weet toch, nieuwe miljonair? Hey Noah, what's good? Hij was gewoon bereid om mij te helpen. Hij zit niet achter het stuur. Oké, dat kan. Ja, er zit niemand anders achter het stuur. Het is zo dat we hier gaan wachten, een paar minuten. Totdat de pieper gaat en dan denken ze dat ik de trein pak. Dus ik hoop dat ze dat dan denken. Ik ging hier op het station de pieper af laten gaan in de hoop dat ze zouden denken dat ik de trein zou pakken. En nu kan ik dus zien of ze dat ook echt denken. Dat is wel even spannend. Pak je binnen 8 minuten een trein? Ja, de eerste gaat binnen, die gaat over 10 minuten. Dus als we daar naartoe gaan, dan kunnen we hem onderscheppen. Oké, let's go. Ja! Ze dachten gewoon dat ik de trein pakte naar Alkmaar Noord. Ik heb nooit in de trein gezeten, G. Oké, tot zover. Hier wachten en checken. Hier wachten. Maar die trein gaat pas over 10 minuten. De boys besluiten dus op de trein te gaan wachten. En Giel heeft kennelijk nog niet ontbeten. Ik heb wel honger eigenlijk. Wat een gast. Die gasten gaan letterlijk eten op het station wachten tot ik er ben. Maar ik ben niet in de buurt van het station, oké? Okay? Zit hier. Nee! Oh, fuck! Okay, laten we snel een nieuwe locatie checken. Deze gasten. Wow. Ik heb helemaal nooit geweten dat ze dit gedaan hebben. Ze zijn gewoon... Ze dachten dat ik in de trein... Oh, oké, well played man. Hij is helemaal niet in de trein gestapt. Waar moet ik heen? Hij is helemaal niet op de trein gestapt. Nee, tuurlijk niet. Ik ben toch niet dom? I'm not stupid. Maar belangrijker, er staat een Maserati klaar. Mag ik met jou mee? Ja, jij mag met me. Nou, wat mooi. Ik ga even achterin zitten. Scheurende langs, zou ik zeggen. Ja. Wij gaan dit... Dit kan echt niet. Dit shot... Jongens. Dit kan niet, maar ja, deze gast van Maserati heeft scheid. Die denkt, ik ga gewoon over de vluchtstrook, het maakt er niet uit. Oh mijn god. Laat ze mij even het gevoel hebben dat ze nog kans maken. Die piep gaat straks weer, dan zien ze dat ik voor deze brug sta en denken ze, oh ja, ik kan weer en zo. Jij weet wanneer die piept? Ja, over 2 minuten. Maar is prima. Dat is hartstikke goed. Ik loop ook echt veel te zelfverzekerd. En die quotes, ja, ik zie mezelf terug, ik denk, gast, ik moet niet zelfverzekerd doen. Ja. Kijk, als je zelf de boef zou zijn, zou dat dé plek zijn om aan de ander af te schudden. Want in het midden van de afslag heb je 1 loopbrug. Maar als auto kan je er niet over. Je moet zo ver omrijden als je de andere kant wil komen. Ah, zie je, maar dat weet hij niet. Dat weet hij niet. Nee, dat zou echt super slim zijn. Ik wist het wel, boys. Dat weet hij niet. Dat zou super slim zijn. Maar dat was gewoon het plan al vanaf het begin. Het is zo mooi om te zien, dat die jongens erin trappen. Op het moment dat je het zelf speelt, weet je niet of ze je doorhebben of niet. Dus ik kan wel een strategie hebben uitgedacht, maar als ze me helemaal doorhebben, dan heb ik er niks aan. En het is mooi om naar terug te kijken en zien, oh ja, ze trapten er inderdaad in. Het is zo mooi om die gasten te zien. Kloten. Lekker aan de rechterkant. Wat gaat er hier niet goed, gasten? Wat gaat er hier niet goed? Maar... Ze worden ingehaald door een trekker. Bedoel je misschien deze trekker, motherfuckers? Dit is fantastisch. Oké, ik sta nu dus boven op de afzetdek op die brug. En ik weet dat ze 22 kilometer van me vandaan zijn. En zij hebben mijn tactiek inmiddels ook wel een beetje door. Dus ik ben fucking benieuwd wat er nu gaat gebeuren aan hun kant. Want dat heb ik nog niet gezien. Ik weet niet wat zij van plan zijn, hoe zij dat gaan doen. Vanaf hier wordt het echt het spannendst. Echt, joh, ik loop te zweten. Ik vind het zo spannend om terug te zien. Die gaan we bellen. Nee. Wij zijn op zoek naar een jongen in een oranje pak. En als het goed is hij nu bij jullie in de buurt. Vuile ratten, ze hebben gewoon gebeld. Hé? Dat had ik echt niet verwacht, joh. En dat wist ik niet eens. Je ziet hem niet. Ah, oké. Dat is jammer. Oké, chill. Ik dacht heel even dat ik op die manier genaaid werd. Maar gelukkig had iemand me gezien. Ik denk gewoon dat de jongens aan het begin van de afsluitdijk staan. Ze staan me gewoon op te wachten. Ze denken dat ik dom ben en dat ik weer terugrij. Holy fuck, dit moment is niet normaal. Kijk, ik stond dus halverwege de afsluitdijk te wachten. Zij aan het begin. En ik kon dan wel terugrijden met Bram naar het begin. Maar dan zagen ze me. Ik wacht gewoon tot ik een zwart busje zie. En als ik dat zwarte busje zie, dan ga ik pas rijden. Want voor hetzelfde gaat rijden ze gewoon tegemoet. En dan ben ik echt fucking de lul, G. Dus ik zat gewoon te wachten totdat zij kwamen, want anders reed ik gewoon hun val in. En dat is niet de bedoeling. Dit moment, ik heb hier echt lang gewacht. Echt niet normaal. Als we een andere auto regelen en daar gaat één van ons iemand in zitten, dan pakt hij hem zo en heeft hij het niet door. Dit idee is niet normaal. Oh, ik dacht echt dat ik alles had uitgedacht. Ik dacht, er was geen enkele andere optie. En die gasten komen gewoon op het idee om een andere auto te fixen. En daar heb ik nooit bij stil, echt daar heb ik echt nooit bij stilgestaan, mensen. Dat is, ik schaam me er ook voor, daar heb ik nooit over nagedacht. Oké, hey, jongens, dankjewel. Hè, dankjewel. Nee, jongens, ik ren achter me aan nu. Ah, dit heb ik nooit. Ik vind het zo kut. Ik sta langs die weg te kijken. Als een fucking gefocuste papegaai zit ik te kijken of ik niet een zwarte bus zie. Een zwarte bus. Waar ben je? Zwarte bus, zwarte bus, zwarte bus. Maar Giel zit niet eens in een zwarte bus. Hij zit in een andere auto. In een auto waar ik helemaal niet op gelet heb. Oh, hij rent weg. Ik zie hem wegrennen. Kut. Ja, ik heb hem! Fuck you, ja! Kut! Oh mijn god, wat verschrikkelijk was dit. Ik ben ook... Ik zie fucking Giels hoofd om zo'n fucking auto heen kijken. En ik denk, kak. Dus ik spring die auto in. Als ik die deur dicht had gekregen, was ik weg. Kon ik op die afsluitdijk rijden en dan was ik weg. Ah, ik baalde zo. En ik baalde om twee redenen. Eén was omdat ik het niet gehaald had. En twee was omdat ik nog een fucking ziek plan had, wat jullie nooit gaan zien. Dat vind ik echt zo jammer. Maar daarom ga ik jullie nu uitleggen wat mijn idee was voor hierna. Want ik zou er nog 2 uur hebben ongeveer. En die moest ik nog volmaken. En ik had echt iets fucking sicks bedacht. Ik zou terugrijden over de afsluitdijk. Dan zouden die jongens de hele afsluitdijk af moeten rijden om überhaupt weer mij in Noord-Holland te kunnen pakken. Ik zou dan met een aantal auto's naar Amsterdam gaan. Ik zou ergens bij een parkeerterrein vlak bij mijn huis gaan stoppen. Op die parkeerplaats zou ik een motor klaar hebben staan met iemand in een oranje pak. Oké? Mijn dubbelganger, een maatje van me, zou dit pak aandoen met deze helm, met dezelfde schoenen als ik. Ik kon ze dan laten denken dat ik achterop een motor zat, terwijl ik helemaal ergens anders zou kunnen zijn. En dan zouden we wachten tot Stuk onze kant op zou komen. Als Stuk dan op dat parkeerterrein was, zouden ze met dubbelgangers hier staan, met deze overal en deze helm. En dan zouden ze denken, fuck, we moeten er achteraan. Dus dan zou die motor wegrijden, de dubbelganger zou achterop zitten. Dan zou die motor wegrijden en dan zouden ze in dat busje er achteraan gaan. En dan zou ik op dat moment de offline knop indrukken, zodat ze mijn locatie niet meer zouden hebben. En dan zouden ze die motor achtervolgen door het centrum van Amsterdam. En dan zouden ze hem uiteindelijk pakken. En dan deed Giel mijn helm open. En dan dacht hij, we hebben je. En dan was het gewoon heel iemand anders. En dan zouden ze denken, kut, wat irritant. Dat was het idee. En dan was ik uiteindelijk ergens in Almere. Want dan had ik een bootje geregeld. En dan kon ik lekker op dat bootje naar een eiland. En dan kon ik op dat eiland chillen. En dan zouden ze me niet gepakt hebben. Dat was het plan. En ik heb maar 1/3 kunnen doen. Echt, echt kut. Ik zeg altijd, I love it when a plan comes together. Maar ik haat het als een plan mislukt. En dat is gebeurd bij jachtseizoen. Dus ik heb de nachten daarna nog gedroomd over hoe het had kunnen zijn. Ik heb nagedacht over wat ik fout heb gedaan. Wat ik beter had kunnen doen. Dus als ik de hele tijd in die auto had gezeten, dan had ik dit legendarische plan kunnen uitvoeren. En dan hadden jullie, denk ik, een veel vettere aflevering gehad. Want ik wou gewoon de vetste aflevering ooit maken. Ik zei ook tegen Giel van tevoren, ik ga niet mijn tactiek verklappen. Maar ik ga je wel beloven dat ik echt mijn best ga doen om de vetste aflevering ever te maken. Een dubbelganger. Heeft nog nooit iemand gedaan. Hoe ziek zou dat zijn? Maar helaas, het is niet gelukt. Mijn conclusie is, als je ooit meedoet aan jachtseizoen, onderschat die motherfuckers niet. Echt. Als je denkt dat je aan alles gedacht hebt, hebben zij nog een ander plan waardoor je gewoon gepakt wordt. En daar moet ik mee leven. Ik durf mezelf niet meer in de spiegel aan te kijken, maar ik durf jullie wel te vragen om even te abonneren op mijn kanaal. Volg me op Instagram, join de Kalfam, het is één groot feest en ik zie jullie snel. Dankjewel StukTV dat jullie me gepakt hebben.